Het is gewoon, bij het houtwerk schilder komt heel veel kijken, vooral als het zo kaal is als hier. Je kunt hier echt de verf zo lostrekken. Dus daar moet je best veel doen om het te beschermen, anders gaat het rotten. In dit geval is het al echt begonnen, dus dat is nodig. De rotte plekken, dit is nog net niet rot, maar wel de rotte plekken opsporen. Uitkrabben zodat je echt al het rotte materiaal eruit hebt gehaald en liever iets te veel dan te weinig. Vullen met twee componenten houtrotvuller. Liever niet één component, maar echt twee componenten. Daarna goed schuren, ontvetten natuurlijk. Goed in de grondverf zetten en daarna minimaal twee keer afvlakken. Welke verf? Best natuurlijk een merkverf. Zoals Sigma, Sikkens, Wijze Nol of andere meer niche verven. Maar ik zou eigenlijk wel voor de grote merk kiezen. De grondverf liefst ook in hetzelfde merk. Ook gewoon het systeem wat erop, gewoon wat erbij hoort, wat echt geadviseerd wordt. Een Rubbel XD bijvoorbeeld van Sikkens is erg goed. Maar je kunt ook voor andere verven kiezen natuurlijk. Twee keer aflakken minimaal. Het liefst hoogglans. Vooral als het zo in de zon is als hier. Want dan blijft het ook echt goed voor hopelijk 5 tot 7, 8 jaar. Ik weet dat fabrikanten nog veel meer jaar opgeven, maar daar geloof ik zelf gewoon een heel stuk minder in. Maar goed, dat is mijn persoonlijke ervaring en van andere verbouwers om me heen. Dus dat is het belangrijkste. En vervolgens, als je niet precies weet hoe je het moet doen, zou ik het eerder laten doen. Want als je dit gewoon echt gewoon nu even schuurt en grondverft en dan afvlakt, dan komt het echt weer heel snel terug. En dan is eigenlijk gewoon zonde van al het werk. Dus dat zou ik doen bij goed schilderwerk. En voor alle tips zal ik in het bericht het stappenplan zetten, zodat je het allemaal gewoon onder elkaar ziet. Inclusief ook de kosten ervan. Mocht je zien in YouTube, zal ik de link even onder deze video zetten voor je.